We zijn meteen live hoor. Goedendag en welkom bij deze uitzending van De Nieuwe Politiek. We zijn nu op het KKF-terrein waar er afscheid wordt genomen van onze oud-vicepresident Jules Ajodhia. Op 29 maart 2024 verloor Suriname een van zijn meest toegewijde en invloedrijke leiders. Zijn leven gewijd aan dienstbaarheid en leiderschap laat een diepgaande nalatenschap achter die vele aspecten van de Surinaamse samenleving heeft beïnvloed en gevormd. Ik sta hier met mevrouw Levens en u bent hier ook afscheid komen nemen. Heeft u meneer Ajodhia gekend? Ja, ik heb 5 jaar als minister van Buitenlandse Zaken toen gewerkt met meneer Ajodhia. Hij was toen vicepresident, dus het was een vrij intensieve samenwerking. En wat voor soort persoon was hij? Nou, meneer Ajodhia had het grote voordeel dat hij als mens rustig was. Maar vooral ook omdat hij een enorme bestuurlijke ervaring had. Hij was namelijk al districtscommissaris geweest en hij was jurist. Dus hij had een bagage die het vicepresidentschap een duidelijke, hoe zeg je dat, duidelijk van kwaliteit, laat maar zeggen, kwaliteit gaf. Sorry, kort gestoorde, alle mensen die langs gaan, even groeten. Maar dat was het voordeel om met hem te werken. Hij was jurist en kende dus de juridische spelregels van het vicepresidentschap. Maar ook de juridische spelregels van het land. Hij kende dus de hele rechtspraak. Hij kende heel veel dingen vanwege zijn achtergrond. En dat gaf een raad van ministers die sterk geleid werd. Wat ook van enorm groot belang is geweest, is zijn ervaring bij het helpen om de democratie van Suriname terug te brengen in Suriname. Daar heeft hij met president Venetiaan, die ook een hele sterke figuur was, leiding aan kunnen geven samen. Ze hebben hele moeilijke tijden meegemaakt en het waren sterke mensen. De combinatie Venetiaan-Ajodhia was een sterke combinatie en daar heb ik gewoon veel van geleerd. Wat neemt u mee van zijn nalatenschap? Zorgen dat je zoveel als mogelijk aan de spelregels houdt. En dat gaat in deze tijd soms een klein beetje verloren en dat moeten we weer terugbrengen. Het is niet juist dat wanneer je in een economische crisis terechtkomt, dat je denkt dat je van alles kan doen. Dat soms niet geoorloofd is. Dat moeten we achter ons laten. We moeten ons aan de spelregels blijven houden. En ik denk dat ik dat van die periode wel een beetje mis. Okay, dank u wel voor uw reactie. En ja, we blijven het hier volgen. Ja, dank u wel. Dag. Zo, we gaan nu, lopen we even naar binnen en kijken. Ja, binnen kunnen we niet echt mensen spreken. Dus we zijn een beetje afhankelijk van de mensen die naar binnen gaan. Wat zou ik zeggen? Er zijn wel veel prominente mensen aanwezig. Ik zie ook oud-vicepresident meneer Adhin. Meneer Adhin, wat neemt u mee van zijn nalatenschap? Nou, ik heb hem een paar momenten meegemaakt in onze periode natuurlijk. Maar de laatste keer heb ik hem nog meegemaakt in een kleine setting, conferentiesetting, waar we over het kiesstelsel spraken, de kiesregeling. Waar hij ook zijn bijdrage heeft geleverd in de verschillende modellen die er mogelijk waren. Los van landelijke evenredigheid had hij dan ook zijn gedachten kunnen delen. Ik denk de gewezen president Shulwai de Bosch was er ook bij. En dat is mooi om hem dan ook daarna even kort te spreken. Het was nauwelijks een paar maanden geleden. Ik denk de heer Mothar Singh was erbij, Shulwai de Bosch was erbij. En een beetje discussiëren over het kiesstelsel, de kiesregeling. Maar altijd een heel rustige man. En hij heeft ook heel moeilijke perioden gekend. Ook een moeilijke periode, regeerperiode ook moeten doormaken. Alle periodes zijn zo een beetje moeilijk, hè. En we hebben allemaal proberen een bijdrage te leveren, zo hij ook. Denk ik om te tillen naar hogere hoogte, beter welzijn. En ik condoleer de familie bij deze en sterkte toe. En ik mag Suriname zeggen, we mogen dankbaar zijn voor zijn inzet die hij gedaan heeft. Dank u wel voor uw reactie. Dank u wel. Nou, dat heeft u mogen horen van voormalig vicepresident Ashwin Adhin. We komen en gaan mensen, ja, prominente Surinamers. Je ziet ook politiebegeleiding. Er wordt gecremeerd te weg naar zee. En er is heel veel pers aanwezig, dat mag ik u ook zeggen. Voor nu, ik denk dat het allemaal gaat beginnen binnen als ik het zo... bekijk. Dus ja, je kan even binnenkijken. Maar de mensen zien dat het behoorlijk druk is hier zo. Heel, alles gaat helemaal rustig. Het is heel netjes allemaal. Heel sereen. Iedereen neemt op gepaste wijze zijn of haar afscheid. Goeiedag mevrouw, voordat u naar binnen gaat, mag ik een korte vraag stellen? Ik ben van DTV, we zijn nu live. U komt afscheid nemen van oud-vicepresident. Wat heeft hij voor u betekend? Wat is zijn nalatenschap voor u? Voor mij is een geweldige leider. Een leider met durf en moed. Want in een na-revolutionaire periode heeft hij de durf gehad om minister van Justitie en Politie te worden. En ik heb voorrecht gehad om onder hem te mogen dienen. En daarna heeft hij dus ook de functie vervuld van president, vicepresident, 2 maal toe. Hij is voor mij dus echt een rolmodel op het gebied van leiderschap. Maar ook vaderlandsliefde. Een man die zijn sporen heeft verdiend in de politiek. Van dienstbaarheid, want je doet het niet, want de meeste mensen klagen en staan aan de kantlijn en kiezen voor zichzelf. Hij heeft gekozen om zijn land te dienen en dienstbaar te zijn, dus dat is zeker een inspiratie. Maar ook voor de politiek is hij heel belangrijk geweest, voor de VHP als partij. Tot bijna, kan je zeggen, net voor zijn overlijden heeft hij nog adviezen gegeven en in werkgroepen zijn bijdrage geleverd. Dus in hem verliezen we echt een persoon die erg betrokken was met Suriname.